Yo jongens, welkom bij een nieuwe gameplay video van Gamersnet.nl. Wij doen het niet heel erg vaak, we doen het vooral en alleen eigenlijk als we praten over games die nieuw zijn en of net en of nog niet zijn verschenen. En in dit geval ga ik jullie ruim 25 minuten laten zien van Watch Dogs 2. Super vet, want dat betekent dat we de game eindelijk in vol ornaat te zien krijgen. De gameplay sessie die je ziet heb ik zelf gespeeld. We hebben 3 uur in totaal opgenomen daarvan en daarvan ga ik jullie 25 minuten laten zien. Laat vooral ook weten wat je van deze video vindt. Geef een like, geef een post, deel op Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, whatever. Nee, Twitch kan je niet op delen, maar kun je ons wel volgen in ieder geval. En op YouTube natuurlijk. En natuurlijk op gamers.nl waar de video's eerst verschijnt. Watch Dogs man, we zijn naar Parijs geweest ervoor en we hadden de game op E3 en op Gamescom gespeeld. En ik wist het nog niet. Ik vond de game niet heel erg mooi. Maar daar hebben ze hard aan gesleuteld. Dat is wel te zien. Want welkom in de wereld van San Francisco. Welkom in de wereld van Watch Dogs 2. En het eerste wat we natuurlijk doen is het installeren van onze Noodle Maps. Als je dat installeert, dan kun je namelijk, krijg je zicht op de kaart. Overigens ben ik een beetje verkouden. Dus als je af en toe een kuchje hoort, ik heb hier een glas water staan. En ik hoop dat het helpt. En af en toe sorry dus daarvoor. Ik doe het helemaal live allemaal inschakelen qua geluid. Dus af en toe zal ik het geluid harder zetten, af en toe zachter. Het gaat er helemaal door elkaar heen. Dus check dit. Nou, we krijgen eerst de missie om even naar de clothing shop te gaan. Maar belangrijker is om even te kijken hoe de omgeving eruit ziet. Ik kom later bij de hele map van de hele game. Maar we gaan eerst eventjes een waypoint zetten naar de winkel waar we naartoe moeten om nieuwe kleding te kopen. Want we hebben een wilde nacht gehad, dus we moeten even weer gefascineerd worden. De meeste van mijn lieve collega's gingen met de auto. Ik pak de boot. Maar check eerst even deze omgeving. Wat er, ja, natuurlijk, het hacken is terug uit Watch Dogs 1. En dat is een van de weinige dingen die terug is uit Watch Dogs 1. Want Watch Dogs 2 is toch wel echt een hele andere game. Sowieso, San Francisco is natuurlijk heel erg verlicht. En dat maakt het voor de makers natuurlijk ook wel weer een stuk relaxer om het mooi te maken. Hè? Want lichte games, denk aan Red Dead Redemption, denk aan The Wind Waker. Het zijn altijd net iets mooiere games dan grauwe games. Ja, nog steeds kun je iedereen gewoon hacken. Part-time paparazzi. Ze inkomen er even bij. Af en toe kun je ook mensen hun geld stelen. Dat is niet bij iedereen zo. Dat zou de game wel heel erg makkelijk maken natuurlijk. Dieren zitten erin. Dat is leuk. Nice. Nou, zoals ik gezegd heb, ik pak de boot. Lijkt me niet heel onterecht. We zitten namelijk in de Bay Area. De area rond San Francisco en een paar plaatsjes eromheen. Kom ik later op terug. En hier zie je gelijk hoe het eruit ziet. We hebben de game gespeeld op PlayStation 4. Ja, de beelden spreken volgens mij voor zich. En daar is de kledingzaak. Een van de dingen die ik vond van het eerste deel is dat ik het een beetje sfeer miste in de game. Wat mensen allemaal aan het doen waren en zo. Dat vond ik af en toe wel een beetje lastig. Vond ik niet tof genoeg. En ja, ik moet zeggen, je gaat het straks zien. Oh, het bootje gaat even naar achter. Dan springen we er zo even af. Je moet zeggen dat dat wel een stuk beter snor zit. Kijk maar hier bijvoorbeeld in het winkeltje waar we kleding gaan kopen. Een echte bikerwinkel waar bikers zich verzamelen. Ze hebben gewoon door dat ik hun hack ook. Nou goed, onze Marcus Holloway die is volledig aanpasbaar qua kleding. Je kunt eigenlijk kopen wat je wil. Maar we zitten in een bikerwinkel, oftewel, we gaan nu natuurlijk vooral lekker als een biker eruit zien. Skinny jeans. Oh, de game is trouwens enorm hipster. Maar dat weet de game zelf ook, dus dan mag het. Mooi broekje. Ik wil er wel een beetje netjes uitzien, hè? Het is gewoon een mooi net jasje. We gaan in deze Let's Play gaan we 1 missie spelen. Uit de game. 2 missies eigenlijk. Het is 1 klein stukje verhaallijn. Top. Als je dat echt zelf wil gaan spelen, dan moet je hier strakjes niet naar kijken.
We skippen iets in de game en we gaan naar ons hoofdkwartier. In deel 1 was DedSec een soort geheime organisatie die streed tegen de Bloom Corporation. En de Bloom Corporation die is verantwoordelijk voor CityOS, een systeem die eigenlijk iedereen in de gaten houdt. Een soort van Big Brother is watching you overal. En DedSec die streed daar al tegen in deel 1, maar daar had je er een soort van remotely mee te maken. Van afstand dus. In dit geval ga je echt voor DedSec werken. En we gaan ons nu voor het eerst melden bij het DedSec hoofdkwartier. We gaan er voor het eerst gedag zeggen. En waar kun je beter een DedSec hoofdkwartier hebben dan in een soort gaming games workshop-achtige winkel? Let op, hier is die. Allemaal comics, allemaal strips en een enorme geek. Hey man, I can't believe my hand slipped. It must have been an earthquake. There's no other way I'd have messed up like that. I had to completely strip the paint off and then start from scratch. Ugh, it sucked. But I gotta say, my miniature army is going to look amazing. Kijk, die heeft plezier, dat kun je wel zien. We gaan verder naar achter in de winkel. Er liggen overal stripboeken. Ja, dat is waar je DedSec hebt natuurlijk. Er wordt eventjes een code ingevoerd. En welkom in het hoofdkwartier van DedSec. Cutscene. Hier wordt iedereen geïntroduceerd in de game. En nogmaals, dit is in het begin, helemaal het allerste begin van de game. De eerste keer dat jij er bent. Yo! Finally. So Josh and I spoke and fucking over Bloom has been a long-standing project. All right, you need two things to take down Bloom. You need to get people to rally behind your cause and separate you from the trolls. And we need bots and a lot of them to handle the data CTOS is processing. Thank you, Josh. We spent all night modifying our app so you can get followers to download the app and we can use their processing power for the cause. This is happening? It's really happening? Mm-hmm. Man, this is happening. You better get to it. Hell yeah, man! Barbarians are at the gate ready to bust some Roman heads. Yeah, nou goed, je hoort dat je moet dus zoveel mogelijk volgers krijgen om een zo groot mogelijke processing power te krijgen om Bloom te kunnen weerstaan. Eigenlijk ga je dus een beetje hetzelfde doen als Bloom, maar dan ertegen. We skippen weer een stukje en je moet dus zoveel mogelijk volgers krijgen. Wat terug is uit deel 1 is natuurlijk je wheel om te levelen. Je levelt de hele game door en dat kan op allemaal verschillende gebieden. Gadgets, rijden, wapens. Kortom, je kan. Dit is een electroshock device die ik de hele game niet heb gebruikt nog, maar ik heb hem wel, dat kun je zien. En dit is een distraction die ik volgens mij wel heb gebruikt, maar dat gaan jullie dan weer niet zien. Nou goed, maakt verder niet uit. Je kunt levelen, maar goed, je moet dus zoveel mogelijk volgers krijgen en dat is eigenlijk het leukste. Want daardoor kun je dus allemaal missies doen die een soort van marketingcampagne zijn voor DedSec. Dat ga je straks ook zien in de eerste missie die wij gaan spelen in de game. En kijk die 3D-printer, hoe hipster wil je het hebben? It is capable of pumping out an arsenal of little weapons down. Seriously? Yep. Once you master it, voila! Hipster merchant of death. All good, except I'm no hipster. You keep telling yourself that. Now try to make something. But don't blow us up. Ja, en het eerste wat we hier gaan maken is natuurlijk onze jumper, onze drone die rijdt. Je hebt ook een drone die vliegt, die krijg je later pas. En het mooie van deze 3D-printer is dat hij alles binnen 5 seconden zeg maar voor je print. Echt super handig. Werkt overigens ook zo met wapens. En deze drone is heel makkelijk. Je kunt de hele game uitspelen zonder ook maar iemand te killen. En de drone is daar belangrijk bij. Voor vooral het scouten en het scannen en het hacken van afstand waar je zelf niet eens bij hoeft te zijn. Als je het goed speelt, dan hoef je zelf eigenlijk zo min mogelijk te doen. Daar komt het eigenlijk op neer. Want dan doe je alles met je drone. Wij gaan een missie spelen. Ja, Marcus. Have you seen the trailer for the new Jimmy Sisko movie? No, it's out. Hey, pull it up, no, man. No, not on this. For this, we need perfect sound. We need a big screen. We need to be comfy. You're right. We need quiet. Have you seen it yet? No, man. I waited for you. You're the best. Thank you. All right, everybody. We're gonna watch the trailer. Shut the fuck up. Shut up. In a world where technology connects everything. I'm not looking for justice, goddammit. One man prowls the information superhighway.
in search of cyber justice. I'm looking for cyber justice. Simple line of code could devastate the whole world. It's gonna be a cyber catastrophe. Cyber Driver. Hit him with the code, Flurry Chip. Jimmy Siska is... Nou, je ziet, de jongens zijn helemaal gek van deze film. Een enorme over-de-top film met deze guy in de hoofdrol. Dat is wel anders dan Watch Dogs 1. Het is grappiger, het is luchtiger. Je moet echt vaak hardop lachen in het spel. En dat, tenminste in de 3 uur die ik heb gespeeld. En dit is een pratende wagen. En nou ja, zoals ik zei, hier moet je film ook voor eens krijgen voor DedSec. En elke marketing tool is daarbij handig. Dus hoe vet zou het zijn om deze auto te gebruiken voor DedSec? Cyberdriver. Action hero, badass. Talking car, admitted, Josh. The car is cool. Anywho, we gaan de auto stelen. En de auto staat hier ergens geparkeerd. Hiervoor hebben we een missie gehad waar we het script moesten jatten voor de film. Die missie ga ik je niet laten zien, maar dit stukje wel waar we achter de auto aangaan. En ik ben iemand die het altijd probeert op een rustige en stille manier voor elkaar te krijgen. Het lukt niet altijd, dat gaan jullie straks ook zien. Ik faal ook af en toe. Nog steeds kun je alle camera's in de stad hacken. En er zijn gewoon meer opties met het hacken aanwezig. Maar daar gaan we in deze demo niet heel ver op in. Oh, we schokken deze chick wel eventjes. Zo, die verdient gewoon 117.000 euro met guard zijn. Dat is wel relaxed. Ja, dat wordt dus ook gelijk gezien. Dus dat had ik eigenlijk beter moeten aanpakken. We gaan er nog wel een paar proberen stilletjes te doen. Je hebt natuurlijk je ontzettend vette wapen. De biljartbal. De biljartbal aan een elastiek. Super vet. Daar kun je mensen stilletjes mee uitschakelen. Ook non-lethal. Je hoeft niemand te doden in het hele spel. Of het gaat lukken, geen idee. Het cover systeem werkt prima. Dat kennen we in heel veel games tegenwoordig natuurlijk. En... Hoppa. Ik word nou wel gezien, dus dat is weer vervelend. Inmiddels is de politie alerted. En heb ik nog heel snel eventjes de tijd om die auto te grabben. Het lukt ook maar net hoor, dat ga je ook wel zien hier. En vervolgens gaan we ontsnappen. En dan komen we gelijk bij het rijaspect van Watch Dogs 2. Want dat was toch een van de grootste klachten van de eerste game. Hoe is het rijden? Powering up. System check. Sweet! Let's roll. Nou ja, daar kunnen we niet zo heel erg lang over praten, want het rijden is namelijk een stuk relaxer dan in deel 1. Is het zo goed als in bijvoorbeeld GTA, waar ik groot liefhebber van ben het rijden? Nee, het is iets meer wennen dan dat. Al moet ik zeggen, dat was in die game ook best wel wennen hoor. Het werkt gewoon echt stukken beter. En ja, je kunt stoplichten op rood zetten om je tegenstanders tegen te houden. Je kunt sinkholes kun je activeren. Maar je kunt ook, en dat is nieuw in de game, kun je andere auto's naar links of naar rechts laten sturen. Dus als jij in een drukke file staat en je moet ontsnappen, dan kun je gewoon de hele, als een soort van zee van Mozes, kun je de auto's uit elkaar laten gaan. Dat is in dit geval niet, want het is midden in de nacht, is rustig op de weg. En wij moeten simpelweg ontsnappen. Zorgen dat de politie deze wagen, deze fucking unieke pratende wagen, niet te pakken krijgt. Oké, en ik ben echt fucking goed zoals je ziet. Zelfs in de meeste games mensen die onze streams volgen op Twitch, die weten het. En af en toe knallen bij de zes. Bob! What? Bitch, I'm black and I'm proud. Tell your sensors to calibrate that. I have no reference for black. No, of course you don't. Stop your vehicle! Je ziet hoe de wagen manoeuvreert, dat de sturen een stuk relaxer is. Je bent iets minder glad op de weg. Deze put kun je opblazen. Bam. Wait, did you just say a line from the movie? Rich, you hearing this? I am one nitrous-jacked smart car. En de humor is ook meer aanwezig. Deel 1 was heel gritty, heel serieus. En deel 2 heeft gewoon een stuk meer humor. En dat is volgens mij heel tof. Yeah. That is so meta. I'm clear. Into the garage. On my way.
Die jongens gaan voor de volgende missie de auto ombouwen om het een reclamevehicle te maken voor Dad. I am Devin Von Devin and I am... You are not Devin. Devin Von Devin is handsome and swarthy. You are not. Oh, come on. I'm sure it's hell swarthier than any dude named Von Devin. Ja, ondertussen gaan je vrienden van DedSec gaan de auto ombouwen. Ondertussen ben ik even een beetje gaan freeroamen in de straten. En ik kwam een andere gamejournalist tegen. Die, een Fransman geloof ik, die ook in dezelfde ruimte zat. En eerst wilde ik niet, dat zie je. Toen wilde ik hem doodschieten. Dat heb ik ook maar niet gedaan. Oh, holster your weapon, want de politie komt langs. Pompidompidom, dat helpt altijd. Niks aan de hand. En we besluiten om samen eventjes een missietje te spelen, om op te teamen. Dat kan. In de wereld lopen andere spelers rond, daar hoef je niks mee te doen, is allemaal optioneel. Maar je kunt samen gewoon erop uit. Nou, wat we gaan doen is samen een missie. We gaan een gang overvallen, als het ware. We moeten een PC hacken en daar iets van tech van downloaden hier. En ik wil dat stil doen. Hij doet het veel slimmer dan ik nog en het gaat helemaal mis. Sowieso is die, hoe heet het? Die taser gun. Dat is echt zo'n groot. Hou van tasers. Don't tase me, bro. Hoppa! Ja, hij belt nu de politie. Dat was iets wat ik toen nog niet snapte. Maar toen ik de gameplay video teruggekeken, dacht ik dat is eigenlijk heel slim. Want dan gaat de politie vechten tegen de gangmembers. Ik snapte er niks van. En ik ging ook op de politie schieten, waardoor de missie eigenlijk helemaal mislukt. Maar dat maakt verder niet uit. Je snapt nu zijn idee. Je snapt ook dat hij intelligenter was al dan ik. En ten derde snap je wat de bedoeling is als ik zeg maar dat nu had gedaan, de politie geschoten. Maar goed, maakt verder niet uit. We gaan het downloaden. We gaan het uiteindelijk wel. We gaan het uiteindelijk wel redden. Of niet. Oh nee, spannend maken. Of niet. Oeh. Ja, en als je met z'n tweeën bent, dan wordt de download geboost. Als je bij elkaar blijft, dat loont ook. Ongelooflijk veel opties om dit soort missies te doen. Er zijn heel veel wapens aanwezig. Ja, en weet je, dit ding is te hacken ook met een drone. Hè? Dus je kan ook met je teammate gewoon afspreken dat je dat op die manier gaat proberen. En wat mijn teammate deed, de politie bellen om de politie je gevechten te laten uitvechten. Dat kan dus ook. En dat maakt het volgens mij best wel een gevarieerd spel. En ik vind het schieten zelf heel vet. Niet trouwens, niet de 3D geprinte guns, want die hebben allemaal veel te veel kleurtjes. Ik wil gewoon zwarte guns zoals dit, dat is vet. En de kuil die hij op heeft, of de doek die hij voor zijn mond heeft, dat komt natuurlijk ook uit het eerste deel. Dat komt dan weer terug. We gaan terug naar de DedSec auto. Hij is inmiddels omgebouwd tot DedSec en we gaan een race doen. Hij is zo omgebouwd dat je hem zelf niet in hoeft te zitten om te besturen. En dit is dus een marketing tool om zoveel mogelijk volgers te krijgen van DedSec. Om uiteindelijk Bloom te verslaan. En dat zijn waarschijnlijk het grootste deel van de missies in de game. Je moet uiteindelijk Bloom op de knieën krijgen. Goed, en dat je Bloom op de knieën krijgt, dat komt natuurlijk omdat je... Ja, zij hebben een systeem gebouwd, daar had ik net al iets over verteld. CTOS. CTOS houdt iedereen in de gaten en DedSec is een soort hackersorganisatie waar je voor werkt. En dat maakt de game ook wel redelijk hipster. Ik bedoel, je zit ook in San Francisco. Het is toch hipster capital of the world. Dus Marcus kan ook echt alles. Daar hebben wij het op GNSQ wel eens over gehad. Hij is wel echt een uberwonderkind, hoor. Hij is een beta-mannetje, een alpha-mannetje. Hij kan alles. Vechten, springen, rennen, hacken. Het is eigenlijk de perfecte man. We're gonna mess with the cops. Oh,
Oh, man. Dat, wat je zag in beeld, dat was dus een hekken van verschillende de delen van de weg. De stoplichten op rood zetten of de putten laten ontploffen door een soort sinkhole. Ja, het vervelende is dat je dat alleen niet kan zien als je vooruit moet kijken om te sturen. Dus achter ons gebeurde heel veel. Oh, en uiteraard, Peter pakt weer een boogje. Over een soort Scientology-kerk-achtig. Super vet. Dat is ook echt een super grappige missie. Want je komt natuurlijk ook een soort Tom Cruise-acteur tegen die je moet verkeren. Heel erg grappig. En nogmaals, allemaal de eerste missies van de game, hè. Wait, what's that? Folks wear single logo on the car and read... That's sick. That's hella dope! En heel veel volgers erbij. En zo krijg je jouw volgers van DeadSec op allemaal punten in de game erbij. Ook voor submissies, voor kleine missies tussendoor die je doet. En natuurlijk voor de hoofdmissie. Ja, na dit kleine stukje zwemmen dacht ik, we gaan nog eventjes de stad verkennen. En dat gaan we hier doen. We gaan ook naar een hele bijzondere plek. Ik wil eerst heel graag de Golden Gate Bridge laten zien. Maar dan moet ik eerst naartoe varen. En als het goed is gaat nu de map open. Jazeker. En dan zie je dat het vier steden bevat. De game heeft natuurlijk boven Marin, rechts Oakland en natuurlijk Silicon Valley hebben ze erbij gezet. En San Francisco. En dat zijn eigenlijk vier steden. Marin en Oakland zijn wat rustiger. Silicon Valley draait natuurlijk om de tech. En San Francisco is natuurlijk het kloppende hart van de game. En ik dacht we gaan nog even een stukje varen. Hè. Gewoon genieten van de omgeving. Want... vergeleken Gamescom en E3 is de game echt ongelooflijk mooi geworden. En ik snap ook niet zo goed waarom Ubisoft dat niet meer laat zien. Maar ja, aan de andere kant, we kunnen ook wel voorspellen wat de reacties dan zijn. Oh ja, het ziet er wel mooi uit, maar... ik vond het ook een heel mooi moment van de dag ook om deze bootreis te maken. Checken het licht daar rechts. Super tof. En we gaan even de Golden Gate Bridge bezoeken. En daarna nog een hele bijzondere plek in San Francisco, waar San Francisco echt heel erg bekend om is. Maar hij loomt daar al in de verte, de Golden Gate Bridge. En ik denk dat ik de game ook ga spelen en heel veel ga varen in het spel. Want ik vind vanaf het water de stad wel echt super vet. En ik ben ook heel erg benieuwd wat jullie denken van de opzet van dit verhaal op deze manier. Natuurlijk was deel 1 heel gritty. Maar er waren ook mensen die echt van Aiden Pierce, de hoofdrolspeler van deel 1, zijn gaan houden. Omdat hij echt zo'n duister verleden had en een duister verhaal om zich heen. Wat vinden jullie ervan? Vinden jullie dat je een soort van marketing tool bent voor DeadSec? Vinden jullie dat een vet idee? Vinden jullie het te luchtig? Vinden jullie het juist super vet dat je zoveel grappige missies in kan doen? Is Marin trouwens, een natuurgebied ook. Dat weet ik trouwens van Planet of the Apes. Want ik heb dat nagevraagd, dat is dus echt zo. In Planet of the Apes wordt natuurlijk gevochten op de brug. En aan de andere kant zit het natuurgebied. Het natuurgebied bestaat. Zit in Marin. Ja, zo leer je nog eens wat van Hollywood. We varen onder de Golden Gate Bridge door. Super vet. Maar goed, laat even in de comments weten wat jullie ervan vinden. Wat vinden jullie sowieso van dit soort video's? Moeten we dit zo vaak mogelijk doen? Ja, helaas. We gaan het niet doen met games die al heel lang bestaan. Maar voor nieuwe games kunnen we het altijd blijven proberen natuurlijk. Om dit soort opnames te mogen maken.
Ja, nu we een rondje hebben gedaan onder de Golden Gate Bridge, dacht ik, we gaan nog één plekje bezoeken in San Francisco. Het is een toeristische trekpleister van de stad. Evidence of police using the CTOS to mask their crimes? Proof that Bloom's profiler is sending cops into the field ready to shoot first? Hell, we even got names and faces. All hard facts, too. They can't pretty up this one. Are you sure you want to hand it all over to Miranda? En dat zien we daar in de verte al opdoemen, het plekje wat we allemaal kennen als Alcatraz Island. Dit plekje waar vroeger de gevangenis zat, Alcatraz. En daar gaan we even een kijkje nemen. Dat is natuurlijk nu geen gevangenis meer, het is een toeristische trekpleister. Maar ik dacht, het is wel een mooi plekje om even te laten zien. Ja, en zoals je ziet staan er al gelijk mensen hier gezellig te praten. En daar gaat het ook om, hè, vind ik altijd in dit soort games. Er moet ook wel wat gebeuren, ook als je gewoon rondloopt. Mensen moeten gewoon aan het praten zijn, muziekje aan het maken, balletje aan het trappen, met de hond aan het spelen, whatever. En ik vind dat in Watch Dogs komt die vibe wel goed naar voren. Ik weet natuurlijk niet hoe het uiteindelijk is, maar dat hebben ze in ieder geval wel redelijk onder de knie. Ja, dat is als meeste hacker natuurlijk wel handig. Je kan al dit soort dingen gewoon besturen. En dan kun je een ingang voor jezelf creëren. Niet dat het nodig is in het huidige Alcatraz, want dat kan ook gewoon via de voordeur kunnen gaan. Het is gewoon, hoppa, even een saltootje en hop, in één keer erop. Kijk, zo gaat dat. Smooth Marcus heet dat. Kijk, die stad daar in de verte. Zonnepanelen. En hier kunnen we eventjes gaan kijken hoe het in Alcatraz is. En dat is gelijk het einde van deze speelsessie. Check hier even de oude gevangenissen. Maar inmiddels is dat niet meer. Nou jongens, dit was onze 25 minuten durende gameplay video van Watch Dogs 2. Laat ons weten wat je van dit soort video's vindt, want wellicht gaan we ons best doen om er nog veel meer te maken. Laat ons ook weten, wat vind je van Watch Dogs 2? Hoe vind je het eruit zien? Hoe vind je het tot nu toe voorstaan? De game komt in november, jongens, hij is er bijna. Bedankt voor het kijken en geef ons overal die like, hè. Twitter, Facebook, Twitch, YouTube, overal, Instagram. Tot later.